Ze is nu nog ver verwijderd van de hectiek in de Maasstad. Loon op Zand is het decor van de voorbereiding. Zondag staat haar iets nieuws te wachten. Ja, ik zie er stiekem wel een beetje tegenop. Tot 30 kilometer zal het, als het goed is, moet het dan nog goed gaan. Maar dan begint de marathon pas, zeggen ze vaak. Dus wordt het toch wel een beetje pijn lijden, denk ik. Collega's van jou die bereiden zich voor in Afrika op een marathon als deze in Rotterdam. Ja, had je dat eigenlijk ook niet gewild? Mijn trainingsnootjes die zijn toch hier in Nederland. Dus ik heb er bewust voor gekozen om toch hier in Nederland te blijven en met mijn trainingsnootjes te trainen. De knecht is minder lange afstanden gewend, zoals deze Tilburg 10 miles. Ze werd daar Nederlands kampioen op de 10 kilometer. Voorbereiden op ruim 42 kilometer is toch heel wat anders. Ja, ik liep voorheen 10 kilometer tot de halve marathon. Dus dan is wel even wennen om dan van anderhalf uur die duurlopen uit te breiden naar 2 uur tot 2,5 uur. Of zelf nog langer. Maar het is me niet tegengevallen. Het is allemaal, de voorbereidingen zijn goed gegaan. Meteen bij haar debuut is ze topfavoriete voor de Nederlandse titel. Haar streeftijd maakt duidelijk hoe ambitieus ze is. Ik hoop rond de 2 uur 38 te finishen. Of in ieder geval daar ga ik op weg. En als het dan tegenvalt, dan kan het iets naar boven eindigen. En als het mee zit, misschien iets eronder. De knecht heeft een dochtertje en werkt 24 uur in de week. Het lijkt lastig voor haar om genoeg tijd te vinden om te trainen voor de marathon. Nou, het valt wel mee als je het goed weet te plannen. En ik heb gelukkig een hele fijne achterban die mij goed steunt. En altijd voor me klaar staat om eventueel op mijn dochter te passen. Dus het is druk. Het is niet altijd even makkelijk. Maar als je het wil, dan lukt het ook wel, denk ik.